Wacht even. Kijk nou. Een lopende bal. Dit is oprecht heel tof gedaan. Ik zag het niet eens. Lieve mensen, al is de kerst voorbij. Het maakt me helemaal niks uit. De kerst is de mooiste tijd van het jaar. Dat vind ik persoonlijk wel. Misschien jullie ook wel. En als die mensen even weggaan, dan kan ik even wat laten zien. Want op de achtergrond, kijk, daar komt die Santa's Factory. Ja, kom op jongens, ik probeer een aflevering te maken. En dit is dus een interactieve dark ride. Een shooting dark ride. Ik ben echt benieuwd, want een van mijn favoriete makers in Planet Coaster heeft dit gemaakt. Santa's Toy Factory Christmas Special. Interactieve dark ride gemaakt door PixelWes89. Ik heb eerder wel eens video's gemaakt met zijn projecten, maar hij maakt er altijd iets heel erg moois van. Dus bij deze shout-out naar PixelWes. Maar laten we eerst even kijken naar de map. Hier is namelijk een hartstikke mooie schaatsbaan. En natuurlijk kan je in Planet Coaster niet echt schaatsen. Sorry mevrouw, sorry. Jullie dromen komen niet uit. Maar in principe kan je wel inbeelden dat mensen hier dus gewoon hun schaatsen kunnen kopen. Althans, aan de andere kant van dit gebouw, denk ik. Even kijken. Oh, het is vandaag gesloten, helaas. Maar je kan in principe... Ja, het is wel origineel gedaan, want je kan niet echt schaatsen. Maar als je kan schaatsen, dan zou dat heel leuk zijn. Kijk, een paar van die sneeuwpoppen. Mooi aangekleed ook. Het gaat natuurlijk om de dark ride, maar voordat we daar naartoe gaan, eerst nog even kijken naar de rest van de omgeving. Allemaal van die leuke kleine kerststalletjes, dan noem ik het maar gewoon. Gewoon van die shoppies. Kan je lekker chocomel halen. Maar dit ziet er toch wel echt ongelooflijk mooi uit. Vooral die tandwieletjes, gewoon dat het allemaal beweegt en zo. Super mooi gedaan. Zoveel details. Ook zo'n leuke kerstman. Ik moest best wel een aardig veel objecten downloaden. Als in custom scenery, toolkit items. Dus waarschijnlijk gaan we die dadelijk ook allemaal zien. Kijk, ook dit soort dingen, die buizen en zo. En dit is dan de shop. Maar daar komen we dan dadelijk op terug. Want ik zie dat deze shop... En zelfs serieus, kijk nou. Hij heeft dit allemaal ingericht ook met allemaal spulletjes. Wat een werk ook. Dit is echt tot in de details uitgewerkt. En dit is dan de entrance. Alleen, waar is de ingang dan? Waar ga je naar binnen? Oh, ik dacht, hier is het. Ik zat al te kijken, waar is de deur dan? Maar je gaat natuurlijk eerst nog een hele wachtrij af. Hier nog een mooie fonteintje met een mooie kerstboom. Althans, fonteintje is er niet. Het kan wel nog, hè? Het kan wel. Maar met deze temperaturen zou ik dat niet aanraden. En dan gaan we hier langs. En wat zien we hier dan? Zo'n mooi rendier. En een rat. Dat hele gebouw is ook super mooi gedaan. Ik heb het gevoel dat niet de hele dark ride hierin zit. Ofwel, dat hij ook een gedeelte onder de grond heeft gemaakt. En hier is dan de ingang. Hier komen we binnen. Moet ik het even donker maken? Dat maakt het wel mooier, denk ik. Oh, veel beter, veel beter. Oh, die lichtjes zijn ook heel mooi gedaan. Dit voelt al heerlijk magisch. Het is duidelijk dat we op geel moeten schieten natuurlijk. 100 punten, rood 50 punten en groen 25. Oh, kijk dan. Hier is gelijk het station. Wauw. Dit ziet er al super leuk en knus uit. Ja, oprecht. En doordat het zo knus is, zou het nog best wel kloppen dat gewoon die hele dark ride in dat gebouw zit. Ik ga instappen. Ik wil spelen. En natuurlijk moet ik zelf gaan schieten. Dat is wel de bedoeling. Ik bedoel, het is een interactieve shooter. Dus mij verbazen of het gaat lukken. Je moet altijd zo'n scorestreak halen. Dat is dan zoveel mogelijk raakschieten achter elkaar. En dan kan je je score keer 2, keer 3, keer 4 enzovoort. Kan je allemaal verbeteren. Nou, mij benieuwen. We komen in een soort lift. Wow! Zo! We gaan schieten. We proberen ook de gele natuurlijk te vinden. Hè? De gele puntjes. De gele knopjes. Rood. Waar is geel dan? Is geel verstopt? Dit is een soort omkleedruimte, denk ik. Wat een details, jongens. Wat een details. Geel. Potverdorie, ik probeer geel te pakken. Hij pakt hem niet meer. Daar is nog een geel. Ik probeer geel te raken, maar het lukt me niet. Combo broken. Nou ja, zeg. Het wordt gewoon geblokkeerd. Ik mag er helemaal niet op schieten. Wat stom dit. Oh, geel. Ik mis continu geel. Jeetje, jongens. Wat een scène. En ik verdwijn weer gewoon random in een kamer. En daar staat de kerstman. Dit is zo leuk en knus. Ik vind het zo leuk. Oh, ho, ho. En geel ook natuurlijk. Maar ik zie soms combo broken. Ik weet niet waarom dat is. Want ik klik gewoon op dat balletje. Leuke kamer. Waar de kerstman zich bevindt. We gaan door. Hey, geel. Dat is wat ik wil. We zien hier een loopband. Ik kan helemaal niet goed kijken naar de attractie, omdat ik zo helemaal gefocust ben op al die lampjes. Wat verdorie. Daar nog lampjes. Achter elkaar.
Kijk, dan krijg je een goede combo natuurlijk. En geel. Juist. Geel is voor de combo's. Achter elkaar, geel. Oh, maar dit wordt mooi. We hebben een maximale combo nu. Geel. Dit zijn punten. Dit zijn ontzettend veel punten. Hoppakee, 14.000. Dit is de puntenkamer. En een aapje ook daar. Ja, hier worden de cadeautjes natuurlijk gewoon ingepakt. Kijk, met al die robotarmpies. Goed ertussen schieten, want anders pakt hij het niet. Toch wel goed dat er een beetje beweging is. Hoppakee. En dit is geen geel dan, hè? Nee. En de kamer voelt ook anders, terwijl ik hier al ben geweest. Dat is, ja, ik weet niet. Heel mooi gedaan. Oké, we gaan verder. We gaan door één van de deuren heen natuurlijk. Maar welke deur wordt dat? En ik vind het ook heel knap dat je eigenlijk ook nu zeg maar aan het kantelen bent. Moet ik ergens op schieten dan? Toch niet op die doelen, hè? Nee, die werken niet. Yes, de volgende. Jeetje, jongens. We kunnen alle kanten op gaan. Gaan we naar links, rechts? Oh, die punten, 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 punten. Lekker, man. Combootje. Oh, die arreslezer. Oh, dit is wel heel tof. Dat is wel heel leuk gedaan. Die cadeautjes kwamen gewoon uit die buis. Kijk, ze zitten daar vast. Zo in de slee. Geweldig. Ik kijk mijn ogen uit. Dit is knap werk. En ook de kerstman. Daar buiten ook, op zijn arreslee. Puntjes. Dat was een mooi schot. Kijk, even die punten. Oh, dat is een mooie onderrijdfoto. Mooi gelukt. Ja, jongens, even serieus. Wat is dit ongelooflijk knap. Heel mooi gedaan. 15.000 punten. Helaas, game over. Maar ik kon niet rustig even om me heen kijken. Dus we gaan nog een keer de attractie doen. Maar dan, ja, je snapt wat ik bedoel. En nu kunnen we hopelijk de kamer heel goed zien. Nou, dit was de eerste kamer. Mooi ook met al die lampjes. Ik kan beter misschien point of view doen. Dan kan ik lekker om me heen kijken. Dat is nog wel beter. Anders ben ik zo beperkt ook met gewoon het aanzicht. Jeetje, maar je gaat er ook zo snel langs. Hier worden allemaal brieven geleverd in de minecarts. Allemaal postpakketjes. Oh, de brieven. Uiteraard de brieven natuurlijk. Ja, dit was ook een reusachtige mooie scène. Die grote koepel die ook in het midden staat van de attractie zelf. Hè, vanaf de buitenaanzicht. Zag je inderdaad in het midden een grote koepel. Dat is dus deze scène. Nou, wat krijgen we hier dan? Dit was een soort de werkplaats van de kerstman. Nou, je ziet ook allemaal van die doelen in één keer verschijnen. Ik moest ook heel veel objecten downloaden. Ik denk dat dat knuffels zijn of cadeautjes. Ik ben ook benieuwd in de shop. Ik denk dat daar eigenlijk al die objecten staan die ik heb gedownload. Natuurlijk zo'n loopband. Helaas kan die niet echt bewegen. Maar door middel van tandwielen kan je dat wel een soort van realiseren natuurlijk. Maar kijk ook die diepte en zo die erin heb gemaakt. En de bal die ook rolt. Die, nou, dit is ook leuk zeg, die balletjes. Kijk nou. Super droog dit. Ook in één keer een minecart die beweegt. Ik kan me niet herinneren dat dat in de game zat. Er komt ook wat uit. Wat zit daarin dan? Oh, dat wordt volgeladen of zo. Oh, en dan ineens verdwijnt hij. Maakt niet uit. Dat zag je natuurlijk niet vanuit mijn point of view. Wacht even. Kijk nou. Een lopende bal. Dit is oprecht heel tof gedaan. Ik zag het niet eens. Even vooruitspoelen. Rondje van de zaak. En dan komen we in de laatste scène. Kijk, wat had je daar dan precies? Oh ja, dan kom je dadelijk. En daar rechts, wat heb je daar dan? Het is gewoon over de gele stip. Oké. Het is gewoon een beetje diep te maken in de scène. Alles beweegt ook. Ja, die tandwielen kan je daar goed voor gebruiken natuurlijk. En daar gaat de kerstman. Let op, daar komt hij. En yo, ho, ho, ho. Supermooi, supermooi. En hier dan de shop. Een hele kleine shop, maar wel heel mooi gevuld. Met allemaal cadeautjes. Lego, mokken. We zien ook knuffels, verschillende knuffels. Heel veel leuke schoentjes. Wat leuk zegt, die schoentjes zijn het leukst. Die had ik wel nodig voor mijn eigen project, dus dat komt goed uit. Oh, hallo, wat kom je hier binnen doen? Prachtig, dit was waanzinnig. Ik hoop dat je hebt genoten. Ik in ieder geval wel. Ja, jullie ook waarschijnlijk. Dit was weer waanzinnig. En misschien zijn we een beetje laat met de kerst, maar maak het uit januari. Waarschijnlijk staat de kerstboom nog steeds bij jullie thuis, maar goed. Laat vooral een duimpje achter. Ben je nog niet geabonneerd? Klik op abonneren en de belletje. En dan mis je geen één video op mijn kanaal. Tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering vanuit Planet Coaster. Doeg!